Till de klok 6-0 staat op de shirts van Leiden. Na die miraculeuze overwinning op Ares een paar dagen eerder. En Ares begint in het kelderdikje min. De scoren vallen alle keer verkeerd. En de rebounds binnen haast alle keer voor Leiden. Wat ze een vlotte voorsprong pakt van Jochen Vief. En het spul van Ares bluwt min. Weer balverlies. En dat blijkt in deze fase deerlijk. Want bij Leiden staan ze stuk voor stuk vrij. En Enzo Zwart brengt het verschil. Na het eerste kwart al op 12-20. Braal besiekert zijn man op scherp te krijgen. Het moet duidelijk oors, maar daar is in het begin geen sprake van. Bij Leiden verleent alles erin. En bij Ares misleert het. En het verschil groeit. Wat deze score goed valt, is het verschil maar liefst 19 punten. En dat in het kelderdikje. En dus moet een wonderke Ares weer in de wedstrijd helpen. Er wordt knokt. Het is hier Jared Williams die het verschil een beetje draaglijker maakt. En Ares begint stadig, maar zeker aan een inhaalrace. En wie het skoft is het 30-41 nog altijd over punten achter Leiden. En wat kent er dan nog in de tweede helft? Bij Leiden, ja, daar beginnen de ballen er nou ook eens een keer net in. Plus dat Ares nou de rebounds had. Sjors Poels, die is daar belangrijk onder de basket. En diezelfde Sjors Poels komt mij naar voren, maakt het al. En in ien is Ares waarom in de wedstrijd. Ze komen tot op 12 punten. 43-44. En dan liep het alles weer mogelijk. Maar daar is dan Leiden mij een deerlijk antwoord. Enzo Zwart zorgt ervoor dat 52-43 op het bord komt. En Leiden dus toch weer wat uitrent. En hoe zit het dan in het vierde kwart? Daar is een haatrol van deze Sam Givens. Hij is verantwoordelijk voor een gruttal rebounds, maar pikt ook zijn doelpunten mee. Deze treinpunter zorgt ervoor dat het verschil weer op 12 punten komt. 52-54. En hier een kreersblok. En dan zelf de rush. En hij vindt daar Chew de Paula. En dan is het helemaal weer een wedstrijd. 54-56, maar één puntje verschil. En dan moet alles toch weer mogelijk wijzen. Maar daar is dan op een nij Leiden mij direct het antwoord. En staren gewoon breiden ze de voorsprong weer uit. 54-58 is nog toe Sien. Maar Ares had nog enkele missers en dit is dan de nekslag. Leiden wint met 68-63. In the second half we try to make our surge, we try to make our run, and then we cut it down to like within one actually. But you know, they're a good team and they made good plays when they needed it, and unfortunately tonight we just couldn't have enough to get it over the top and get breakthrough to get the win. 2-0 achter in een serie, dat is bijzonder lastig. Meer is het eigenlijk niet. Het is lastig en we moeten gewoon gaan knokken. We moeten blijven knokken. Miracles can happen. Anything can happen in basketball, you know. So we just got to go down there and play our game and be confident.